Hij is er, de nieuwe Volkswagen Transporter. Hij is krachtig, hij is zuinig, hij is schoon en hij heeft een nieuw design. Als je de grillende koplampen bekijkt, is hij nieuw en heel herkenbaar Volkswagen. Standaard wordt hij geleverd met een 2 liter TDI Common Rail motor. En die heeft een lage CO2-uitstoot, een zuinig brandstofverbruik en toch een uitmuntende trekkracht. Tja, ik kan natuurlijk heel veel over die auto vertellen. Maar misschien moet ik dat overlaten aan de echte deskundige. Ja, Martie. Ja. Hallo, ik ben Marcel de Veer van Ik en Mijn Auto aan een verkoopbemiddeling. Vandaag mag ik de nieuwe Volkswagen Transporter testen. Hierbij heb ik afgesproken speciaal te letten op trekkracht, hoe de motor presteert. Het verbaast me hoe deze motor, hoe snel die oppakt en hoe groot het koppel is. Ook bij lagere toerendallen. En tijdens het versnellen van 1, 2, 3 tot en met 6 merk ik geen dode punten in het optrekken van de auto. Het blijft gewoon gaan. Ik moet hier wel opletten om niet bekeurd te worden. Want de man naast me van Volkswagen zit me constant op te poken om wat harder te gaan, maar nee, hij verrast me positief, de auto. Ook de wegligging is mijn sprongen vooruit gegaan. Ik heb nu een T5 van 2006, een 130 pk. Dit is er eentje van 2009 met 140 pk. En een viercilinder. De viercilinder overtreft in de wegligging en in de trekkracht van de motor en in het koppel. Overtreft hij gewoon de vijfcilinder. Oh ja. Als ik een rapportcijfer moet geven, deze auto, en ik neem daarmee in het achterhoofd de T5 van 2006, de 130 pk, waarvan dit de opvolger is, dan mag ik deze auto een 8. Een 8 geef ik deze auto. Ik vind het een hele nette auto, een hele fijne reiswagen.